Nou, ik ben Sabiani en we zijn hier vandaag in IJsselmonde bij het podium van IJsselmonde voor de eerste editie van One Nation Fest. One Nation Fest is een cultureel festival voor jong en oud in IJsselmonde. Nou ja, we hebben IJsselmonde gekozen omdat IJsselmonde de laatste tijd heel veel negatief in het nieuws is gekomen. En wij willen laten zien met One Nation Fest dat het ook allemaal mooi kan zijn. Er kunnen ook mooie dingen gebeuren in IJsselmonde. En na corona, ja, er is heel veel, de buurthuizen waren al gedicht. Er was niet zo heel veel te doen voor jong en oud. En dat wilden wij dus vieren, dat het allemaal weer gewoon kon. En ja, we zijn daar nu hier, One Nation Fest. Ik ben Westhoed. Gianni. Rami. Hey, wat gaan jullie doen? DJ en rappen. Ik ben de beste zoals je ziet. Ik ben bij de feest, samen met. Wat zijn jullie voor rappers? Gewoon normale. Niet van die drillrappers of zo, gewoon van normale rap. Wat wij zelf hebben verzonnen en waar wij heel veel tijd in hebben gezogen. En jij bent ook van Talent School? Ja. Talent School heeft verschillende culturele activiteiten, kunst en cultuur voornamelijk gerelateerd. En dat is meest gebaseerd op theater, muziek. Ja, door middel van muziek gebruiken we muziek, theater en kunst om jongeren te empoweren hun talenten in te zetten. En om zelf ook hun talenten te ontdekken. We zijn hier een graffiti workshop aan het doen. Dus ik heb hier een paar voorbeelden gemaakt. En basically wat ik ga doen is, ik ga gewoon samen met de kinderen zoiets soortgelijks maken. Dus ik laat ze eerst hun naam schetsen en dan de outline maken en dan gaan ze hem zelf versieren. Nou, dan moeten we eerder vragen wat er niet te doen is. Er is van alles te doen. We hebben heel veel buitenactiviteiten. We hebben springkussens. We hebben draaimolen. We hebben alle leeftijden gedacht ook. We hebben schminkhoeken. We hebben binnen kunnen kinderen hun haren laten. Jong, zeg maar, kinderen en volwassenen kunnen hun haren laten vrechten. Door een dame van Braids Init en Tani Braids. We hebben dat ze stenen kunnen decoreren. Maar daarnaast hebben we ook dansworkshop van de deelnemers die hebben meegedaan aan 010 Jam. En ook van jongeren vanuit Talent School. En voor jongens hebben we ook nog een FIFA-toernooi waar ze ook werkelijke prijzen kunnen winnen. Dus er is van alles te doen. En volgend jaar gaan we het nog een keer doen, maar dan weer groter en groter en beter. Ja, het was een idee van ons allemaal, van alle jongeren bij elkaar. Het was iedereen heeft zijn eigen ideeën en eigen talenten in het project gestopt, in het evenement. En dat hebben wij samen één groot ding van gemaakt. En ik heb daarin een beetje de leiding genomen om hun daarin een beetje te begeleiden. Wat heb je gevraagd haar te doen? Om haar haar te vlechten. Het is oké. Dus als wij samen als volwassenen eens ons oren open doen voor onze jongeren en jeugd, dan zou alles veel mooier zijn. Dan zou de wereld ook veel mooier zijn. Dan kunnen wij onze jongeren en jeugd ook betrokken in een betere toekomst. Ja. Nou, wat dus zat ik? Iets beter luisteren soms. Ja, iets beter luisteren soms. Soms volwassenen, wij weten het goed, maar soms weten onze kinderen het beter.